Deze meditatie wordt verzorgd door dominee Jongeneel. Goedendag, luisteraars. We lezen vandaag verder in Psalm 115. Ik lees aan u voor Psalm 115, vers 9 tot en met vers 13. Israël, vertrouw op de Heere. Hij is een hulp en een schild. Huis van Aaron, vertrouw op de Heere. Hij is een hulp en een schild. U die de Heere vreest, vertrouw op de Heere. Hij is een hulp en een schild. De Heere heeft aan ons gedacht. Hij zal zegenen. Hij zal het huis van Israël zegenen. Hij zal het huis van Aaron zegenen. Hij zal zegenen wie de Heere vrezen, de kleinen met de groten. Vorige week vrijdag sprak onze koning. Eerder die week sprak onze premier. Onze premier richtte zich in het bijzonder tot de families van de mensen die inmiddels aan het virus zijn overleden. En hij richtte zich ook tot iedereen die in het ziekenhuis ligt of thuis aan het herstellen is. En ook richtte hij met name het woord tot de ouderen en de mensen met een zwakke gezondheid. Ook de psalmist spreekt verschillende groepen aan. Israël, huis van Aaron, u die de Heere vreest. Israël, dat is het volk. Huis van Aaron, dat zijn de priesters, de tempelgangers. U die de Heere vreest, daarbij mag je wellicht ook denken aan de vreemdelingen, niet-Joden, die de God van Israël zijn gaan eren. Bent u er één van? Onze premier had voor alle groepen een speciaal woord. De psalmist heeft voor alle groepen hetzelfde woord. Hij roept ze allemaal tot hetzelfde op. Vertrouw op de Heere. Die oproep hoor ik ook in onze dagen. Zondag aan zondag, keer op keer, voor groot en klein, voor jong en oud. Vertrouw op de Heere. De toespraak van de premier is goed ontvangen. Er is altijd kritiek, natuurlijk, maar over het algemeen waren de reacties positief. Hij heeft veel bijval gekregen. Er klonken veel instemmende geluiden. De oproep van Psalm 115 vindt ook een goed onthaal. Er wordt wel gedacht dat de gelezen versen ooit in beurtzang gezongen werden. Dat een koor van tempeldienaars de oproep zong om de gelovigen op te roepen het geloof te belijden. Om hun vertrouwen in de Heere uit te spreken. En het antwoord laat niet op zich wachten. De oproep wordt direct beantwoord. Het volk Israël, het huis van Aaron, zij die de Heere vrezen. Ieder op zijn beurt beantwoordt de oproep met de uitroep: Hij is hun hulp en hun schild. Hun hulp, hun schild. Een schild, daar kruip je achter weg. Daar zoek je bescherming achter. Onze premier had het over het opbouwen van een beschermende muur. Hij sprak over het zoveel mogelijk afschermen van mensen die een groter risico lopen en in bescherming nemen, een schild voor hen vormen. De Heere is ons schild, zingt het in deze psalm. Wegkruipen achter God. De Heere als je beschermheer. Mooie woorden, diepe gedachten.
Ten diepste kunnen wij elkaar immers niet beschermen. Een menselijk schild schiet vroeg of laat tekort. Beter tot de Heere de toevlucht genomen. Hulp en heil, beschutting en bescherming bij hem te zoeken. Ja, diepe gedachten. Mooie woorden. Tegelijk, bij mij roept het vragen op. Het is wel mooi gezegd, maar wat heeft die man eraan die met corona op IC ligt en die het niet gaat halen? En zulke vragen kan je zonder enige moeite tot in het eindeloze vermenigvuldigen. Eigenlijk zit daar een diepere vraag achter. De vraag van het aangevochten geloofsleven. De vraag ook van wantrouwers van geloof en godsdienst. Bestaat de taal van het geloof niet enkel uit mooie praatjes, vrome zoethoudertjes, betekenisloze lapjes voor het bloeden, loze woorden? Daar komt Jezus mij voor ogen, op de laatste avond van zijn leven, aan tafel, voor het laatst, met elkaar, hij en de zijnen, de paasmaaltijd, het laatste avondmaal. De traditie wil dat er dan gezongen wordt, de lofzang, een paar psalmen, waaronder ook psalm 115, met de oproep: vertrouw op de Heere. En met het antwoord: hij is hun hulp en hun schild. We weten hoe het Jezus vergaan is. Na de maaltijd. Het lijden is hem niet bespaard gebleven. Ook de dood is hem niet bespaard gebleven. Het vertrouwen beschaamt, zo lijkt. Van God geen hulp gekregen. In God geen schild om achter te schuilen. Ja, loze woorden, zou je zeggen. Maar ons werd en wordt geboodschapt dat Jezus ten derde dagen is opgewekt uit de doden. Bij God blijkt een weg door alle nood en dood. Daarom, ja toch, vertrouw op de Heere. Want zo waar, hij is hun hulp en hun schuld. De Heere heeft aan ons gedacht. Hij zal zegenen. Hij zal het huis van Israël zegenen. Hij zal het huis van Aaron zegenen. Hij zal zegenen wie de Heere vrezen. De kleinen met de groten. Mijn schild en de betrouwen. Zijt gij, o God mijn Heer, op u zo wil ik bouwen. Verlaat mij nimmer meer. Laten we bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.